Nederlanders konden de afgelopen dagen weer naar de stembussen en Leidenaren mochten zelfs twee keer hun stem uitbrengen. Voor de Tweede Kamerverkiezingen en het referendum over het Roomburgerpark. Na drie dagen stemmen sloot de woensdagavond de stembureaus. Wie om negen uur al in de rij stond, mocht zijn stem nog uitbrengen, maar te laat was echt te laat. In het gebouw in de kooi in Leiden werd de laatste stem om zeven over negen uitgebracht. Hier stonden tien vrijwilligers klaar om vervolgens de telklus te klaren. Eerst werden alle stempassen geteld om de opkomst te bepalen. In dit stembureau brachten 879 mensen hun stem uit voor het referendum en 1200 voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het tellen moet heel precies gebeuren en alles gaat stap voor stap. Nadat de stempassen zijn geteld, is het de beurt aan de stemmen voor het referendum. De voorzitter van het stembureau opent de container en het tellen kan beginnen. Het is een opwarmertje, want vergeleken met de ingewikkelde stembiljetten voor de landelijke verkiezingen zijn de opties voor het referendum beperkt. Voor, tegen, blanco of ongeldig. Als alle stemformulieren zijn gesorteerd, worden ze twee keer geteld of vaker als het getal niet overeenkomt. De stapels worden bij elkaar opgeteld en de uitslag wordt zo snel mogelijk doorgegeven aan de gemeente. De formulieren die verdwijnen weer in de container, zodat ze altijd nog een keer nageteld kunnen worden. Deze klus is in een uurtje geklaard, maar dan begint het echte werk. Drie containers vol met stembiljetten voor de Tweede Kamerverkiezingen. Alleen het uitvouwen ervan is al een opgave op zich. In verschillende rondes worden de formulieren gesorteerd en geteld. De eerste fase is het sorteren tussen de even en de oneven lijstnummers. Vervolgens worden de stemmen uitgesplitst per partij. In menselijke treintjes worden de formulieren door de hele zaal naar het juiste bordje getransporteerd. Ook deze stemmen worden weer twee keer geteld en als de cijfers overeenkomen, worden ze doorgegeven aan de gemeente, zodat de uitslagen op partijniveau zo snel mogelijk bekend worden. Maar voor de tellers zit het werk er nog lang niet op. Ook de stemmen per kandidaat moeten nog worden geturfd. Dat moet dan weer overeenkomen met het partijtotaal en het totaal aantal uitgebrachte stemmen. En als het niet klopt. Dan mag het allemaal opnieuw.